Zijn we al live? Ja. Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe live uitzending van Spelweb. Ik ben Sabine en vandaag ga ik appelbeignets maken in samenwerking met verseoogst.nl. En ik heb hier al wat appels liggen. En zoals je ziet heb ik helemaal niet zo heel veel ingrediënten liggen. Want appelbeignets zijn echt de perfecte snack eigenlijk om het nieuwjaar te maken. Want je hebt er helemaal niet zoveel voor nodig. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke kerst hebben gehad. En misschien heb je wel heel erg veel gekookt al. Maar ik wil je zeker aanmoedigen om appelbeignets of oliebollen te gaan maken. Want het is gewoon niet zoveel werk en het is super leuk om even zelf te doen. Dus wij zijn hier nu met z'n tweeën gezellig op kantoor. En ik ga dus appelbeignets voor ons tweeën maken. Ik heb hier 300 gram bloem, 2 eieren, 2 eetlepels olie, een beetje vanillesuiker, 1 zakje en ongeveer 2 eetlepels suiker. En nog wat kaneel en een beetje zout. En wat je doet is je mengt eerst de droge ingrediënten met elkaar. Dus ik doe de kaneel bij de bloem. Zo. Ik ben wel erg benieuwd wat jullie allemaal met kerst hebben gedaan. Dus laat het weten. Doe ik de suiker bij de bloem en bij de kaneel. En een beetje zout. Wat heel erg belangrijk is. Want daardoor komen al die smaken naar voren. Dan doe ik de olie erbij. Eitjes. Zo, 2 eitjes. Dat is alweer een groot deel van je beslagje. Ook even garden. Ondertussen is mijn olie flink warm aan het worden. En dan meng ik dit eventjes door elkaar. Zo. En hierbij komt het bier, want we maken een bierbeslag. En dat is echt super lekker. Daardoor wordt het deeg lekker luchtig. Dus dan krijg je straks zo'n mooi luchtig, knapperig, krokant laagje om die appel heen. 300 ml bier. Zo, even goed roeren. Misschien heb je zelf wel een geniaal recept voor oliebollen of appelbeignets. Laat het me even weten. Zo. En wij doen het dus in samenwerking met verseoogst.nl. En Verse Oogst is eigenlijk een website die je ook inspireert op het gebied van groente en fruit. Dus je kan daar alles vinden over telers en over verschillende groente en fruit. En ik gebruik vandaag deze goudrenettes uit Nederland om deze appelbeignets te maken. Maak een mooi receptje. En op verseoogst.nl vind je ook nog veel meer recepten met groente en fruit. Zo. Zijn er al wat reacties, Ivo? Oh, er kijken wel mensen of iedereen ligt iedereen nog in zijn bed? Oh, nou, gezellig dat jullie allemaal kijken. Mijn beslagje is bijna klaar, zoals jullie zien. En dan hebben we gewoon al het grootste deel van het werk gedaan. Zorg dat er geen klontjes in zitten, dus roer hem wel even goed door. Oh. Als die klaar is, zet je hem een half uurtje opzij. Dan heb ik hier nog een mooi ander beslag, wat ik al gemaakt heb. En daar gaan wij de beignets van maken. De appels heb ik eerst geschild en het klokijzer uitgehaald. En die snijden we in plakken van ongeveer een half centimeter breed. De kontjes gebruik ik eigenlijk niet. Maar die kan je wel eventjes gebruiken om het vet eventjes te testen. Want dat heb ik net al eventjes gedaan. Kijk, er komen bubbeltjes vanaf, dus die is goed. Verder kan je ze natuurlijk ook gewoon opeten of voor andere dingen gebruiken.
Het vet moet wel flink heet zijn. Want je wil wel dat die beignets meteen gaan drijven. Dat ze niet vastplakken aan de bodem. Oh. Zo. Heb ik hier wat dunne plakken. En toen dacht ik, wat is nou eigenlijk de makkelijkste manier om die appelplakken door het beslag te halen? En ik denk toch echt wel met twee vorken. Dan laat je zo min mogelijk beslag achter, zeg maar, op de vork. Goed uitlekken. Dat hij niet dik is door me heen. En dan gaan we hem erin laten zakken. Oh, laat ik hem weer vallen. Nou, het gaat lekker. Ja, ik ben eergisteren ook op mijn achterhoofd gevallen, hè, met snowboarden. Dus, Oké. Nou, nu moet het wel lukken. Laat ik hem in een pan zakken. En als het goed is, gaat hij dan meteen goed. Hem even iets harder. Kijk, daar komt hij boven. En dan gaan we hem straks nog even omdraaien. Doe ik de volgende plak erin. Zo. En je ziet, zo'n bierbeslagje is dus ook echt super snel gemaakt. Is helemaal niet moeilijk. Als zelfs ik het kan. Volgende plak erin. En zo kan ik dus wel voor de hele buurt doorgaan. Wat ik aan het maken ben? Ik ben dus... Hoi Mark, leuk dat je kijkt. Ik ben appelbeignets aan het maken. En dit doe ik met een bierbeslagje. Uiteraard komt het recept straks ook weer bovenaan te staan. En dat doe ik met appels, zoals je ziet. En we zijn ook een beetje geïnspireerd door verseoogst.nl. En op deze website vind je van alles over groente en fruit, over de teler zelf. Je vindt er weetjes, tips, recepten met groente en fruit. Het is wel heel erg leuk om daar eventjes een kijkje te nemen. En als je beter op de hoogte gebracht wil worden, of op, ja, op de hoogte wilt, gehouden wilt worden, dan kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief of kan je de Facebookpagina van Verse Oogst even liken. Kijk, dit ziet er al goed uit, hè? Zien er wel heel erg zelfgemaakt uit, maar ja, dat hoort erbij. Dan de volgende. Laten we er nog eentje doen. Wel even goed uit laten lekken. Zo. Kijk, en dan komt hij weer naar boven. Nou, deze gaan echt lekker. En het ruikt ook goed. Zo, je keert ze dus af en toe eventjes om. Te checken. Dus een beetje bruin worden. En warm zijn ze natuurlijk het allerlekkers, maar je kan ze ook koud eten. Dus als je ze op oudjaarsdag alvast maakt, voor 's avonds bijvoorbeeld, kan dat prima. En het is helemaal niet moeilijk, zoals je ziet. Nou, deze is al bijna klaar. Ik
deze ziet er goed uit. Die haal ik eruit. Een keukenpapiertje in een schaal gelegd. Om ze even uit te laten lekken. Oh, ik dacht heel veel dat mijn vuur uitging. Maar... En deze is ook wel klaar. Het ruikt ook best wel lekker. Zo. Nou, die maken we natuurlijk af met poedersuiker. En dan kan je zo lekker doorgaan met bakken. Dat ga ik zeker even doen. En dan kan je zo dus een hele mooie schaal maken met appelmeijers. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden om te kijken. Morgen ga ik oliebollen maken, dus kijk vooral morgen ook weer. En dan zijn we weer gezellig hier live in de Smelweb keuken. En bedankt voor het kijken allemaal. Tot morgen. Ik ga even proeven.